Yo, kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van City Skylines nummer 2. We gaan weer lekker verder waar we afgelopen maandag waren gebleven. Dus dat komt helemaal goed. Goed, zoals je natuurlijk weet, gaat ontzettend goed met onze stad. Dus dat is lekker, dat is geweldig. Ik bedoel, we hebben hier en daar wat doorgangen gemaakt. Dus dat is heel mooi. Is het hier druk? Oh. Het gaat, weet je, even kijken. Deze kant is die gedaan, ja hier. We hebben eigenlijk ook hier één, maar dat gaat natuurlijk niet vanwege dat die bomen hier allemaal staan. Maar hier staat één, dit is dan ook... Prima, dan laten we deze ook gewoon hier staan. Ja, prima. Wat ik wilde gaan doen is heel even naar de buslijnen gaan kijken. Want die zitten hier aan deze kant helemaal nog niet. Ja, hier wel. Even kijken, hier zo maar aan deze kant helemaal niet. Dus we gaan hier eens even wat regelen. Eens even kijken. Want ik had ook een buslijn geannuleerd. Dat weet ik wel, dat was dus hier ergens. Kijk, hier rijden geen buslijnen. Dus wat gaan we doen? We gaan gewoon een buslijn vandaar naar daar trekken. En dan gaan we kijken dat die zo eigenlijk hier er overheen gaat lopen. Dus even kijken of we busstations neer moeten gaan zetten. Eens even kijken. Als we ervoor zorgen dat we gewoon hier er eentje doen. We kunnen ook gewoon twee doen. Dat de ene aan die kant en de andere aan de andere kant gaat rijden. Dus even kijken. Zo. Ja, ik ga die gewoon dwars door die wijk heen laten rijden. Kijken. Ja, en dan. Dan rijdt hij hier. Er doorheen. Dan gaat hij inderdaad hier doorheen. Hier zijn alle. Al, ja. Moeten we hier niet eentje extra neerzetten? Laten we dat doen. Dan proberen we hem zo terug te laten rijden. Dus dan moeten we daar één. En hier één. Oké, nou dan gaan we dus twee bussen erin laten doen. Even kijken, buslijn. Welke kleur zullen we gewoon doen? Zullen we... Een groene doen, waarom niet? De kind die hangt even vast, nu niet meer. Oké, goed. Nou, dan gaan we beginnen. Beginnen we eerst hier. Kijk. Thank you.
kunt op. Ja, die kunt op. Die kan op dan. Even hier terug, dan moeten we even gaan kijken hoe we hem dan laten rijden. Dan moeten we. Inderdaad terug. En dan zorgen voor dat die andere ietsjes korter gaat komen. Eigenlijk hier er doorheen hebben. Dus hier dan. Pakt hij deze er nog bij? Ja, dan gaat hij hier erop af. En dan is hij compleet de lijn. Oké, nou, nu gaan we de andere kant op. Goed. Zet die bijvoorbeeld in het zwart. Kan natuurlijk ook zo. Dan gaat hij exact die andere kant op. Maar alleen deze, die gaat dan hier naar rechts. Die moet precies hier, dus. Zo. Af en toe, dan staat hij even wat over. Dan gaat hij precies. Kijken dat we hier. Oké, dan moeten we daar even dadelijk een station gaan maken. Hetzelfde ook als hier, als het gaat. Kijk zo. Exact de andere kant op. Ook door de tunnel heen. Dan. Dan moeten we hier doorheen. Laten rijden, ja. Kijk. We hebben nu een cash en een ton. Dus dat is goed. Dan gaat deze net ietsjes anders. Maar dat komt
bijna op hetzelfde. Kijk, waar is dus die zwarte daar? Die gaat gebruiken. Nou goed, anders dan houdt het op. Taxi depot, die hebben we natuurlijk al. Oké, we gaan eens even kijken waar. Staat die bussen hier? Kijk, busdepot 22 van de 22. Is het allemaal in route? Moet even gaan kijken. Natuurlijk ook gaan doen, moeten we heel even gaan kijken. Even kijken, buslijn 6, buslijn 4. 8, 9 en die is niet op. Dus we moeten even gaan kijken dat wij meer upgrades gaan. 25 vind ik veel te veel. Ja, het zal daar wel voor moeten. Kijk. Extra bus. Stuk. Goed, ja, hier moet hij komen te staan. Mocht dit niks worden, dan moeten we dit even een beetje gaan aanpassen. Wat is dit trouwens voor grote gebouwen? Ah, dat zijn kantoren. Oké. 25 van 35. Oké, nou, het gaat helemaal goed komen. We gaan alleen even kijken. Is 1. Zes bussen. Anders zijn er veel en veel te weinig bussen. Hier gaat 1, hier 0. Buslijn 1, buslijn 6. Oké, dus we hebben buslijn 1 en buslijn 6 hebben wij. Buslijn 1. Die staat op 0. Deze is 18 bussen.
Die wordt maar gebruikt voor 3 passagiers, 20. Dat heeft geen zin om zo ontiegelijk veel bus. Waarom moeten er zoveel bussen komen? Oké, die gaan nu wel minder. Buslijn 1, hoe ziet die eruit? Is het die bus? Dat hebben we elektrische bus. Buslijn 6 ook op elektrisch. Daar mogen we best op 10. Stops. Het is 9 stops. Het heeft geen zoveel. 5 bussen, dat is genoeg. Negenentwintig van de 35, oké. Okay, die hebben ook een zonnepaneel en dat soort zaken. Dus dat is goed, oké. Prima, wat. Kijk. Dit zijn allemaal huizen. Een mooie straat, eens even kijken. Dan doen we dit alleen voor dit, dus dan zorgen we dat we dit ook zo doen. Ook. En voor de rest is het dus oké. Kijk, dus dan worden hier nog extra gebouwd. Deze die zijn gebouwd. Dus zo gaat het wel iets beter. Worden ze ook flink gebouwd. Ja, bijna ja. 17.777. Dus ze worden goed gebouwd. Hier zullen we in principe nog wat extra's kunnen bouwen als het moet. Radio Mars, dat is goed. Hier ook nog een. Laten we eens even wat gaan upgraden. Overal. Even kijken. Hoe zit het met die stroom? Want ik had er een paar geupgraded. Deze die zijn er allemaal geupgraded, hè? Ja. Alleen op dat eilandje hier. Volgens mij niet. Waar is dat gebleven? Dat is deze. Die is gelukt. Die moet dus nog upgraden. Dan gaan we ze even upgraden nu. Ik weet, het kost een heleboel geld. Maar dat scheelt wel een heleboel.
Oké. Nou, dit loopt ook. Uitstekend. Dit hier is een beetje raar. Hier wordt ook een heleboel huis weggehaald. Oké, wat gaan we hier ertussen zetten? Als het moet, zullen we hier ook weg kunnen zetten, want hier hebben we natuurlijk ook nog van alles. We hebben natuurlijk hier een extra weg neergezet. Dat is goed, we zullen. Zou kunnen, maar ik weet niet of dat zo slim is. Hier kunnen we ook natuurlijk nog wat bouwen. We zouden toch wat extra meer kwijt kunnen. Maar voor de rest is het zo goed. Ik denk dat dit inderdaad zo goed is. Hier zullen we nog een gigantisch stuk kunnen bouwen wat we hier een beetje hebben gedaan. Zullen we hier zeg maar ook kunnen doen. Zeg maar, dit is wat we hier zo hebben. Met dit. Dat we dat hier ook kunnen gaan bouwen. Zal op zich handig zijn. We moeten veel en veel meer huizen nog gaan bouwen, zo te zien. Dat gaat goed komen. We hebben dit hier een heel stuk gebouwd. We hadden ook alles zo kunnen doen. Maar ik denk dat ik hier inderdaad nog een piepklein stukje erbij ga bouwen. Hetzelfde hier. Als we hier nou een stukje erbij gaan doen. Hier kunnen we nog wat. Hier was ook allemaal nog gebouwd. Dus dat ziet er goed uit. Die wordt goed gedaan. Hoe zit het geld? Het gaat omhoog. Hoeveel krijgen we? We krijgen 6 ton. Dus dat gaat goed. Daar komt 870. 870. Daar komt er zoveel vandaan. Van dit hier, ja, dat dacht ik dus al. Ah, dit is nu ook goed. Dit ook. Ja, dat loopt nu keurig op, moet ik zeggen. Het loopt keurig op. Ik bedoel, dit hadden we ook misschien nog hier kunnen gaan bouwen. Want dat loopt goed. Dat hout, dat loopt goed. Weet je, als we daar ook kunnen doen, want die is 5 van de 5, die is 66%. Dus want hier zijn veel meer bomen. Dus ik denk dat ik het hier ook neer ga zetten. Dat is iets voor morgen, denk ik. Moet ook, dit moeten we ook natuurlijk nog hebben. Want dat begint ook vol te gaan. We gaan even kijken of die niet in het rood staat. Oh, verkeerde knop. Ja, dit klopt. Even kijken. Deze heb ik nog. Staat die in het rood? Ja, hij staat in het rood. We moeten hem hebben. Ik bedoel, het had nog wel heel even doorgekund, maar nou begint hij echt wel vol te raken. Nou moeten we echt actie gaan ondernemen. Dus we zullen misschien wel wat geld moeten lenen. Maar als ik het zo zie, kunnen we dat geld net zo goed keihard bijna terugbetalen. Dus we gaan alleen maar omhoog. Kijk maar wat het officieel is. Dus we kunnen makkelijk 1 miljoen
gaan lenen, dat gaat makkelijk. Ja, dus dat is geen enkel probleem. Dus dat gaan we dus ook gewoon doen. 1 miljoen lenen en dan kunnen we automatisch natuurlijk een klein beetje voor beetje kunt allemaal terug gaan betalen. Dus dat komt goed. Dus dan ga ik even 1 miljoen lenen. En dan gaat het helemaal goed komen. Goed, kijk. Nog even kijken. Bedankt voor liken. En tot de morgen weer, jongens. Mazzel!